Goedendag mensen, ik wil jullie even laten weten dat de meeste gameplay die ik heb gemaakt, heb ik natuurlijk een lage framerate. Maakt niet uit of ik nou een hoge PC heb van high-end spec. Maar ja, ik heb wat ontdekt. Waarom heb ik een lage FPS? Nou, dat komt, ik gebruik natuurlijk deze meestal voor mijn monitor. En dat is zeg maar een HDMI. Maar dat is geen HDMI dat je connect op je videokaart. Deze is geconnect op mijn moederbord. En daarom heb ik lage FPS. En dat is niet goed. Nou, ik heb natuurlijk via de site gekeken waarom ik FPS laag heb en zo. Dus ik dacht, ik moet de andere kabel hebben voor de videokaart zelf. Voor de framerate. En het is nog gelukt. Ik heb nu hoge framerate. Na de veranderingen. Ik laat je even mijn achterkant zien van mijn PC. Hoe dat eruit ziet. En ik laat je ook zien van de monitor settings. Die is nu veranderd in meer performance. Nou, zoals je ziet, dit is dan die kabel. Die is eindelijk geconnect op mijn GeForce GPU en zo. Dat zijn de kabel die je moet hebben om naar je monitor, naar je PC instellen. Deze heb ik eerst gebruikt. De onderste. En dat is voor de moederbord zelf. En dat is niet goed. En daarom heb ik elke keer lage FPS als ik gameplay ga maken. Terwijl ik een high-end PC heb. En dat is niet goed. Dus ik heb nu een andere kabel gebruikt. Dat ik een site heb aangeraaien om dat te kunnen gebruiken. En dat is een andere kabel. Zoals je dit ziet. Aan een eentje onder en derde onder en zo. Dat zijn de HDMI die je moet hebben voor de videokaart. Nou, we gaan even testen. Wat voor FPS ik nu heb, maar voordat ik ga doen, laat ik je eerst mijn monitor setting zien. Nou, ik ga nu naar mijn monitor. En dan ga ik op de knopje drukken. En wacht even, ik moet wel even mijn OBS erbij halen. Dus ik ga nu onze knopje drukken, dat zie je hier zo. En dan ga ik hier omhoog. En daardoor heb ik ook meer refresh rate. En responding time is nu helemaal hoog. Refresh rate is nu 165, eerst was het heel laag. En FreeScience kan ik nu gebruiken. Dus wat doe ik dan? Ik ga naar FreeScience en ik doe deze aan. Kijk. Gaat natuurlijk, denk ik, opnieuw starten, denk ik. There you go. Hij staat nu aan. Dus dat betekent dat je meer frame rate hebt en geen lag. Maar ja, ik doe het toch maar even uit, want ik gebruik natuurlijk die refresh rate. Even wachten. Oké, nou. There you go. Nou, als ik nu naar boven ga. Normaal gesproken gebruik ik 100 HZ. Maar dat komt door die motherboard. Maar nadat ik een verandering heb met een HDMI. Kan ik nu 165 HZ gebruiken uiteindelijk. En dat wou ik heel lang. En ik wist niet hoe dat werkt. En ik wist niet hoe dat moet. Maar uiteindelijk heb ik het gefixt. Behind you, won't be hard to find you.
Thank you.